Yo gasten, Gamo's hier. Welkom bij een nieuwe video. Maar hoi. Het is er weer. Hallo. We doen vandaag een challenge. Want jij bent ondertussen natuurlijk echt Brawl Star Pro. Je hebt al 121 trofeeën. Ja, zieke pro. Ik heb ook zoveel gespeeld de afgelopen tijd. Nee, dat is niet echt het geval. Ik heb nog helemaal dikke doosopening gedaan op jouw account. Je hebt Sandy, je hebt Jean, je hebt Piper, je hebt Surge. Je hebt er nog nooit mee gespeeld. Dat doet mij pijn. Maar vandaag heb je kans om het allemaal goed te maken. Want jij gaat een potje solo showdown doen. En als je één potje weet te winnen, dan mag jij vervolgens deze aanbieding kopen op mijn iPad. Dus ik heb ingelogd op Maris account op mijn iPad. Dus dat scheelt. Dan koop ik die aanbieding voor jou en dan krijg je ook nog die knokken sprout. Die krijg je dan ook nog. Nou. Maar dan moet jij midden halen. En als ik niet win? En als je niet wint, dan heb je dikke vette pech. Okay. Maar dan, ik weet het goed gemaakt. Jij hebt 3 kansen om een win te halen. En ik heb 1 kans. Dus jij moet 3 potjes spelen. Als jij dan 1 keer een win hebt, dan kopen we die aanbieding. En daarna heb ik 1 potje de kans. En als ik dan een win haal, dan koop ik die aanbieding alsnog voor jou. Okay. Dus in totaal hebben we dan 4 kansen. Okay, is goed. Is goed. Dan doen we het zo. En als jullie trouwens zin hebben in deze Brawl Stars video, smash dat duimpje omhoog. Hoeveel likes? 5000 likes! Ja, dat is helemaal mooi. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En trouwens, wat iedereen eerst moet doen, is hier de code BOWS invullen. Dat had jij nog niet eens op jouw account. Wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg ik volgens mij... Het steunt de BOWS fonds, ja, stond het er nou? Nee, het staat ondersteunt BOWS, niet de BOWS fonds. Ik ben geen goed doel. Nee, dan krijg ik een paar procent van als iemand een aanbieding koopt. Dus als jij een keer een aanbieding koopt, gebruik de code BOWS. Maar laten we maar beginnen. Zou ik de knokken voor jou selecteren? Ja, doe maar. Jij hebt er verstand van, ja, hè? Ja, Sandy is wel goed en die is ook wel makkelijk te spelen. Dus jij mag als eerst een solo showdown met Sandy gaan spelen. Je weet nog wel een beetje hoe het werkt, toch? Ja, maar ik moet nu even kijken welke, want je hebt toch verschillende soorten... Oh, dat is deze. Oh ja. Ja, het is eigenlijk... Verschillende velden heb je, toch? Ja. Je bent... Links is lopen, rechts is schieten. Links is lopen, rechts is schieten. Oh, schoot nu. Ja. Oké. Dit gaat zo niks worden. Ja, schieten, daar, schieten. Daar. Schieten. Nog één keertje. Schieten. Nee. Gewoon drukken. Nee. Ja. Oké, ga maar niet richten. Weet je, als jij... Oké, we gaan even testen. Dan kan je eventjes een beetje doorhebben. Oh, joh. Volgens mij proberen. Kijk. Probeer eens te richten en gewoon te schieten. Het verschil dit is weer eventjes. Een ander veld. Deze hebben we nog nooit gezien. Dit is oefenarena. Kijk, hier kan je niks fout doen. Dus je kan hier gewoon oefenen. Nee, dat is de gadget. Dat is het schietknopje. Oh, die heb ik helemaal niet gezien. Kijk, en als je gewoon drukt, je kan gewoon drukken. Dan richt hij altijd, of dan schiet hij altijd naar degene die dichtstbij zit. Deze is wel een beetje veel. Zonder. Dan naar een andere. Ja, maar dan zonder zeg maar. Dus dan kan je altijd gewoon door blijven schieten. Dus dat is wel een goeie. En je super, dat knopje wat je hier ziet. Oh ja, dat is. Als je die super inzet, dan heb je een wolk en dan ben je in die wolk ben je onzichtbaar. Dus als je erin en uit loopt, ben je onzichtbaar. Oké. Nou, dat was even een kleine. Frappant. Update, even een kleine uitleg. We gaan het nu nog een keer proberen. Kijken of het wat beter gaat. Wat er, heb ik nu al mijn eerste kans verspild? Ja, dit was je eerste kans al. Maar je hebt nog 2 kansen. En eventueel kunnen we hierna nog wat meer gaan oefenen. En je weet dat die kistjes die je ziet, die kan je openmaken. Ja, die moet ik sparen. Ja, en dan komen van die punten uit. En als je die pakt, je kan beter dus niet mikken. Je kan beter gewoon klikken. Oh, dat hij was je verstopt. Gadget. Oh, je moet wel uitkijken dat je dat groene knopje daaronder niet per ongeluk indrukt. Dat is toch niet groen? Ja, en zo meteen, als jij levens eraf krijgt, wordt hij groen en die drukt hij net in. En daardoor bleef je een paar seconden stilstaan. Ik ben weer opgeladen. Hij zit hier ergens. Hier zat iemand. Ja. Ik denk dat hij nu weg is. daar loopt hij, dat was hem. Is dat hem? Ja, dat was hem. Ga hem in zijn hoek. Oké. Ja, lekker man. Nou, het gaat al stuk mee. Nee. Kijk uit. Oh joh, je leeft gewoon nog steeds. Nog steeds een tip, probeer niet te mikken. Gewoon schieten. Ja, maar ik kan niet schieten. Jawel, gewoon om dat rode knopje te drukken. Oh, ik leef nog. Kijk dan. Dood was. Hoezo maar... kan je niet schieten, denk jij? Ja, dat kan wel, maar dan hij schiet niet op de juiste. Jawel, ja, maar je moet gewoon drukken. Op het moment dat je drukt, dan gaat hij altijd naar degene die in de buurt zit. Heb ik iemand dood? Ik heb iemand... Nee, je bent zelf dood. Maar je bent wel vierde geworden. Dus het... Ja, maar Lo was wel bijna dood. Ja, Lo was redelijk low qua. Nee, maar... Ja. Oké, dit is nog niet altijd best. Dit is nu zo meteen de laatste kans. Ja, je hebt nog 1 kans. Wil je eventueel nog een ander poppetje proberen? Ja, dat is goed.
Ja, want je hebt er wel redelijk veel al. Ik zit een beetje na te denken welke goed zou kunnen zijn voor jou. Ah, we gaan gewoon met, ja, Rosa. Shelly die is al iets hoger, dus ik heb een sterk vermoeden dat dat niet gaat werken. Doe Rosa voor jou. Nou, ik vind Rosa een leuke naam. Dus ja. Dat komt wel goed. Zullen we Rosa eerst even proberen dat je een beetje weet wat Rosa doet? Is het niet hetzelfde? Als nee. Elk poppetje doet weer iets anders. Oh. Dus geen één is hetzelfde. Nou, ik heb een heel cursus van jou gehad, maar weet er niks meer van. Nee, ik heb eigenlijk alles al uitgelegd en dan alsnog... Ah, hij is dood. Ja, oké. Okay. Kijk, dit vind ik dus raar als je... Oh. Wat? Kijk, die streepjes boven je hoofd, dat is wanneer je kan schieten. Kijk, stop eens met schieten. Nu kan je 2 keer, nu kan je 3 keer. Dus nu kan je weer 2 keer. Zeg maar, dat is de hoeveelheid hits die je kan doen. Oh, okay. En als je de hele tijd druk, dan kan je natuurlijk na een tijdje niet meer schieten. Op het moment dat je die hebt, je super, druk die eens in. Dan kan je, dan heb je een schild, dan word je veel minder gehit. Oh, dat was wel een kleine super. Dat was gewoon bijna... Ja, dat duurt heel eventjes, maar dan heb je eventjes een voordeel, zeg maar. Oké. Okay. Nou, Roos, poging nummer 3, laatste kans. En anders heb je pech gehad. Nee, dat heb je nog niet, want dan kan ik het nog dan eten. Dan heb jij nog kans. Ja, dan heb ik nog kans. Nou, waar staan we? Ik kan me ook gewoon nog steeds de hele tijd gaan verstoppen. Ja, maar je kan die kistjes openen. Dan ben je in één keer veel sterker. Nee, niet mikken. Gewoon drukken. Gewoon drukken en niet mikken. Dat is één. Dat doet u toch? Ja, dat doe je nu. Dus dat is nu goed. Pak. Ja, die! Ja, loop naar hem toe, Ja! Ja, man. Dat is 1 keer. Oké, dat kistje daar linksboven. Ja, maar daar is nu ook iemand. Ja, maar die kan je hebben van dichtbij. Loop er naartoe. En dan hitten. Loop er naartoe, hitten. Schieten. Ja! Oké, daar moet je niet zomaar naartoe. Die is wel redelijk sterk. Maar hij gaat mij pakken. Je kan die kistje openen. Nee, hij zit daar. Dus ja, maar jij bent veel sterker. Jij hebt 5 punten boven je hoofd, hij heeft 2. Dus je kan op zich nu naar hem toe, hoor. En dan moet je je super indrukken. Ja, en nu hitten. Naar hem toe. Ah, oh, jammer. Nou, even... Oeh, er komt een beer aan. Je staat in ieder geval in de top 3. Dus het zou kunnen dat je dit gaat winnen. Ja, het zou kunnen. Zonder jouw hulp was het nooit gezien. Ja, oh, wauw. Nee, maar dan weet ik wel zeker dat het er niet was gelukt. Oh, nou, ik dacht ik doe iets aardigs. Oké. Hij is bijna dood. Ja, ja. Schieten. En nog één keertje. Ja hoor, je hebt hem. Oké, nu... Ik moet nu oppassen, want... Nee, ja, eventjes weg. En dan zometeen, als je weer volledige levens hebt, dan kan je in de aanval. Ja, nu kan je naar hem toe. Nu kan je... in de... Ja, en nu je super inzetten. En dan gewoon drukken. Ja, maar er komt een beer. Oh ja, daarvoor moet je wel weglopen. Loop weg! Nee. Oh, je moest niet naar hem toe. Ja, ik kon toch geen andere weg om. Je kon onder onderen lopen, nou ja. Maakt niet uit. Shit. Ah, ik heb bijna gewonnen. Ja, bijna. Je bent 2e geworden. Nou, elk potje is wel beter gegaan. Toch? Ja, dat wel. Dat is waar. Oké, dan doe ik 1 potje. Jij mag een poppetje voor mij kiezen. Het maakt niet uit welke jij kiest. Met die moet ik dan proberen een win te halen. Oké. Zoek er maar eentje uit. Welke jij er leuk uit vindt zien. Oh, ik ben benieuwd. Ja, doe maar Shelly, want die heeft kracht 10. Ja, dat is waar. Maar Shelly is wel het hoogst, maar dan alsnog moet het echt makkelijk lukken. Zo. 2 vingers in de neus. We gaan het proberen. Hey, we hebben hier een beloning. Oh, dan krijg je zo meteen ook nog een grote doos. Kan je vrij spelen. Maar we gaan het zien. En dan even kijken of ik hier makkelijk een win kan halen. Wat denk jij? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het ook. Maar als ik geen win haal, dan heb jij gewoon wel alsnog pech, hè? Ja, dat klopt. Ja. Oké, let op. Ik doe in 1 keer zo meteen een move. Boom! Hoppa! Easy. Oké. Yo, man. Je hebt er wel in 1 keer dat kistje gewoon. Ik doe gewoon 5 schoten. Ja, nou, maar dat verschilt ook weer per poppetje. Dit met Shelly heb je hem altijd heel snel open. Helemaal als je Shelly wat hoger hebt. Zometeen ga ik die El Primo ook nog pakken. Maar eerst even sterk worden. Oké, ik pak hem nu wel. Boom! Keutje. Kijk eens. Zo makkelijk kan het gaan, hè? Maar waarom was ik dan niet Shelly? Nou ja, maar dat had voor jou denk ik niet heel veel uitgemaakt welke jij was geweest. Ik denk, ja, maar kijk eens, ik maak het uiteindelijk toch nog helemaal goed. Er zijn nog 3 knoppers over. Boom! Oh, dan zit ik nog met 2.
Waar zit die andere bedrag? Ja, daar gaan we nu naar op zoek. Maar ik kan eigenlijk niet meer verliezen. Als ik nu nog verlies, dat zou heel bizar zijn. Oh, weet je wat? Ik laat jou het doen. Jij mag het zelf afmaken. Nou, als ik nu verlies? Als je nu verliest, dat zou heel erg zijn. Ik heb geen idee waar die andere... Oh, daar is hij. Ja, daar is hij. Geen pakje. Dit moet je eigenlijk wel kunnen halen. Dit zou echt heel bizar zijn als je dit niet haalt. Schieten. Ja, het is maar het geluk. Zag je dat? Ik tak achter de super. Ja, dat is inzetten. Heel goed van jou. Nou, dan heeft Marit toch nog een soort van zelfverwin gehaald. Oh, yo. Je hebt je aanbieding verdiend. Nou. Ben jij even blij? Heel blij. Marit boeit het helemaal niks. En ondertussen heeft ze een ziek account met Sandy. Ja, weet ik veel wat allemaal. Maar ja, misschien dat een... Ja, Sprout kunnen we sowieso kopen met skin. Die is echt heel nice. En daarna misschien iets uit die megadozen. Ja. Zoveel kijkers die denken nu, had je dat nou maar voor mij gekocht en ondertussen ja, voor en jou? Ja, inderdaad. Dan doe je het voor mij, terwijl ik er niks mee doe. Ja. Dat is wel een beetje ziek. Dat is wel zonde, ja. Dat is wel zonde. Maar we gaan kijken. Druk maar op die megadozen, dan mag jij het openen. En als er 6 staat, nu hebben we 5, maar als er 6 komt te staan, dan hebben we iets goeds. Dan heb je waarschijnlijk een nieuwe knokker of een sterker. Nee, sterkracht kan volgens mij niet. Maar dan hebben we een nieuwe knokker. Oh, maar er staat weer 5. Er staat weer 5, dus heb je weer niks. Ja, je krijgt punten voor knoks om het beter te maken. Maar het mooiste is als er 6 staat. Ja, ja! Er staat 6. Oké, dan mag jij deze doordrukken. Dan ben ik benieuwd. Want als jij nu nog een legendarische zou krijgen, dat zou echt bizar zijn. Maar dat, ja, dat... Is dat zo? Nee, dat weet je niet. Dan gaan we nu achterkomen wat het gaat worden. Ah, het is een gadget. Het is de gadget van Search. Oké. Dat is niet... Ja, het is goed, maar niet zo goed als een nieuwe legendarische knokker. Volgens mij had je nog... Kan ik überhaupt nog nieuwe knokkers krijgen? Ja, zeker. Moet ik zo'n ultimate goed account hebben? Ja, je hebt wel een goed account, maar je hebt nog zeker ruimte voor verbetering. Maar helaas niet nog een nieuwe knokker gekregen. Maar de code Bouws, ja, die hebben we al geactiveerd. Dan gaan we nog ook even deze Sprout skin voor jou kopen met Sprout. Sprout is echt wel schattig. Ja, dus dit is zeg maar het normale poppetje, die koop je. Maar dan krijg je ook nog deze skin erbij. Ah. Wow, dat is wel mooi, hè? Ja. Volgens mij is dit een mythische knokker. Die zijn ook best wel zeldzaam. Plus nog een skin erbij die ook best wel heel nice is. Nou, kijk eens. You're welcome. Alsjeblieft, heb je weer een knokker erbij. Nee, maar dat was dit voor deze video. Bedankt voor het kijken. Marit, vond je het leuk? Heel leuk, ja. Ik ben nog steeds teleurgesteld. Vinden jullie ook dat Marit meer Brawl Stars moet spelen? Nou, ik vind het wel. Ja, ik denk alleen niet dat het gaat gebeuren. Ik denk het ook niet. Maar dat was dit echt. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Doeg! Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!